Er is heel goed nieuws voor deze serie, want zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is Griezmann op dit moment in vorm als linksbuiten. Dat is echt geniaal, want Barcelona had eigenlijk niet echt een linksbuiten. Ja, ik had bijvoorbeeld Harry kunnen sparen of iets dergelijks. Maar nu kunnen we gewoon helemaal een Barcelona team maken en op elke positie gewoon een zieke speler. Want dan kunnen we Suarez in de spits doen, kunnen we Messi rechtsbuiten doen en dan in vorm Griezmann linksbuiten. Die kost wel 400k of zo en op dit moment, moet ik even kijken hoeveel kaken op dit moment heb. Ik heb momenteel 36k, dus ik kom nog lang niet in de buurt van Griezmann. Maar dat is ook een upgrade die we in de toekomst kunnen gaan doen. Maar ik ben in ieder geval super blij dat hij een inform op linksbuiten heeft gekregen. Dan kunnen we daar in ieder geval ook weer voor gaan sparen. Maar mijn team is ondertussen al heel nice. De volgende upgrade die we gaan doen wordt meestal het centraal verdedigen. Dan kunnen we Umtiti om Lanlin eventueel upgraden. En daarna misschien ook Jordi Alba. Die wil ik natuurlijk ook nog gaan upgraden. En het zijn heus nog wel upgrades die we daarvoor kunnen doen. Bij Griezmann is een upgrade voor over een paar afleveringen of zo. Die wil ik sowieso gaan toevoegen. Maar laten we eens maar gaan kijken naar de likes van vorige aflevering. Want elke 1000 likes is op dit moment 1 spinpunt waard. Dat hebben we aangepast, want jullie wouden dat graag. En ik vind het ook alleen maar mooi. En omdat we 6700 likes hebben gehad, mag ik nu 7 keer gratis aan het rad draaien. Want we ronden het af naar hele getallen. Onder de 6500 is dan 6 keer. En boven de 6500 is dan 7 keer, zeg maar. Op die manier. Dus we mogen nu 7 keer aan het rad draaien. Hoe duizend is dat? Dan gaan we sowieso goede dingen krijgen. Dat kan niet anders. En smash ook allemaal dat duimpje omhoog op deze video. Want elke 1000 likes is weer 1 keer gratis spinnen voor de volgende video. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar laten we maar beginnen. Let's go! Spin nummertje 1. En we beginnen met 2000 coins. Dat schiet niet heel erg op, maar het is toch weer mooi meegenomen. Hebben we momenteel 38k. Volgende. Wat krijgen we nu? Oeh, 5000. Dat is alweer iets lekkerder. Dan hebben we momenteel 43. Als het zo doorgaat, dan hebben we toch nog best wel wat coins verdienen. En we mogen nog 5 keer. Wat krijgen we nu? Come on. Nee! Oh, wat? Oké, ik deed zo nee en toen bemoog ik het rad een beetje, want hij ging hierop, maar hij schoot daarna door naar 20k. Ja, weet je, ik ga nu niet moeilijk doen over dat kleine beetje bewegen of zo. Ik ga gewoon 20.000 coins stellen. Ik vind het echt bullshit als ik nu met 20.000 doe. Dan hebben we momenteel 63.000 coins. Oh, shit. Oh joh, de eerste keer dat hij hierop komt op min of plus 20k volgens mij van deze serie in aflevering 8. Dus dat heeft best wel even lang geduurd. Maar dit is wel echt heel leuk. De volgende spin. Kom op. Wat krijgen we nu? We krijgen nu... Ah, dit is dan wel jammer. Dit was spin nu. Dan hebben we nu nog 2 spins over. Want zeg maar, die vorige spin is weg. Dan gaat er nu ook weer min 1. Dus hebben we nu nog 2 spins. Dan hopelijk krijgen we dan nog iets goed. Maar in principe maakt niet uit. We hebben nog even een goede ding gekregen. Wat krijgen we nu? We krijgen nu... Ah, nee. Net kregen we plus 20, krijgen we nu min 20. Dan hebben we nu weer 43. Ah, dit is echt fucked up. Oké, dit wordt echt de laatste keer. Kom op, wat krijgen we tot slot? We krijgen tot slot de volgende spin keer 2. Als we nu 20k krijgen, gaan we gewoon 40k krijgen. Dat zou echt geniaal zijn als dat gaat lukken. Kom op, alsjeblieft. Gaat dat gebeuren? Oh, oh. Ja, dan heeft die dubbele spin ook weer totaal geen nut. We krijgen nu een min 1 spinpunt. Maar dit was toch de laatste spin, dus dat maakt er nu niet meer uit. Oh, dat is echt ballen. We hadden even 63.000 coins en nu weer 43. Oh, dat is echt fucked up. Maar we gaan even kijken of we misschien daar toch nog een verdediger mee kunnen kopen. En anders moet ik gewoon goed spelen deze aflevering. En dan gaan we gewoon zorgen dat we dan verderop in de aflevering een upgrade kunnen doen. Oké, nice. Umtiti is gewoon 40.000 coins. Dit is echt geniaal. Deze is sowieso al verkocht. In ieder geval, daar ga ik vanuit kunnen even kijken. Ja, die is inderdaad al verkocht. Dus 39 wordt hem niet. 40k kan ik hem wel kopen. Snelheid en verdedigen. Nou, ik wil eigenlijk gewoon een ankerkaartje. Dus in principe maakt het niet heel veel uit. Hij heeft wel 30 contracten, dus dan kopen we deze maar. Oh, deze is dan ook al afgelopen. Nou, dan kopen we deze maar. Deze is... Ja, deze is nog niet afgelopen. Oké, dat betekent dat we nu nog maar 3000 coins over hebben. Maar dan hebben we nu eindelijk een goede verdediging. En Umtiti is denk ik wel redelijk chill als verdediger. In ieder geval, ik denk dat hij een stuk fijner speelt als Piqué. Nu nog Lanlin vervangen voor Piqué. En dan nog Jordi Alba. En dan moeten we rechts ook nog een andere verdediger hebben. Maar dat komt allemaal nog wel. We hebben nu in ieder geval een zieke upgrade. Ik zal deze even op de bank neerzetten. En dan gaan we deze verwisselen.
En boom, daar staat hij, Umtiti. Ah, geniaal. Dan ga ik even iets op hem toevoegen. Nee, geen jager. Dan ga ik natuurlijk anker op hem toevoegen. Dan ben ik benieuwd of ik nog van die kaartjes heb. Ja, ik heb er nog genoeg van. Ik heb zoveel van die kaartjes. Dat is echt niet normaal. Dat kan natuurlijk door alle packs die ik open. Maar Umtiti is denk ik echt een hele chille verdeling. Dus ik ben er echt blij mee. Dan is mijn verdediging goed. Mijn keeper is de beste die ik kan hebben. Mijn middenveld is ook al redelijk goed. Mijn aanval ook. Eigenlijk alleen nog een linksbuiten. Maar ik denk, Griezmann, laat me weten in de comments. Moet ik daar nu ga ik voor gaan sparen? Of moet ik eerst zorgen dat ik Jordi Alba krijg en dat soort spelers voordat ik dan voor Griezmann ga sparen? Laat het weten in de comments. Maar ik kan bijvoorbeeld ook sparen voor Frankie Want to Watch of zo. Dat kan ook. Dus jullie bepalen. Laat het weten in de comments. Maar ik ga nu gewoon lekker spelen. En dan gaan we proberen gewoon ziek veel coins en misschien FIFA punten te verdienen. Zodat we nog wat leuke packs kunnen openen. Dat zou ook leuk zijn. We zullen het zien. Ik moet gewoon goed spelen. Daar komt het op neer. Oké, dit is denk ik een van de eerste keren in deze serie dat ik ongeveer gelijk team heb dan mijn tegenstander. Ik denk qua verdediging heb ik nog beter. Qua aanval wel iets minder. Hij heeft in ieder geval Eriksen, hij heeft Lucas. Ja, hij heeft in ieder geval wel chill aanvallers. Maar het is nu in ieder geval redelijk gelijk qua team. En dat is wel heel chill, want dat was eerder in deze serie absoluut niet het geval. Dus we beginnen nu denk ik wat omhoog te kunnen gaan in de divisies. Dat was niet helemaal lekker gezien. Maar in ieder geval, ik denk dat we nu wel wat kunnen stijgen qua punten. Nou, Suarez, daar gaat hij. Echt zo vooruit en tijd en het schot. Dat was wel heel slecht binnengeschoten. Maar we hebben wel een herkansing en niet het al. Frenkie de Jong. Dat betekent dat we sowieso 5000 coins hebben verdiend. Want elke goal met Frenkie de Jong is 5000 coins waard. Dus dat is echt heel lekker. En het is natuurlijk ook lekker dat we in de vijfde minuut 1-0 voor staan. Oh, oké. Okay. Nou, zo snel als ik op voorsprong kwam, zo snel komt hij ook weer terug. Dat was best wel goed binnengeschoten. Oké, okay, misschien moet ik niet te vroeg gaan juichen. Oh, nee, nee. Ah, man. Oh, joh, wat een goals al in 17 minuten tijd. Gewoon 3 goals. Eerste instantie had ik mazzel, die ging via de pal. Ja, en de rebound zit hij wel. Oké, dan is het nu weer aan mij de beurt om te scoren. Nee, oh, dan gaat Piqué erachteraan. Shit, daar had ik Umtiti moeten staan. En dan, ja, Piqué wordt de kat uitgelopen. 3-1 achter. Oh, yo, ik moet me eventjes herpakken, denk ik. Nou, paasje door op Suarez. Suarez kan die bal aannemen. Tikkie tussendoor en op de pal. Oh, nee. Oh, dat is dan ook weer pech hebben. Nou, het is rust. Ik sta dus 3-1 achter. Qua kansen is dat ook wel terecht. Ik hoop dat de tweede helft in ieder geval wat beter gaat. In ieder geval nog één keer scoren. Dat ik sowieso aan het rad mag draaien zometeen. Maar dat moet wel te doen zijn. Gewoon lekker druk zetten met team. En dan desnoods zo aanvallend spelen. Dan moet die ene goal wel vallen. En dan kunnen we misschien nog gelijk spelen. Nou, tikkie door naar Suarez naar buiten. En die moet zitten. Oké, nice. We mogen sowieso zometeen aan het rad draaien. Echt precies wat ik zei in de rust. Gebeurt ook nog. Ik scoor die goal. En nu kunnen we kijken of we nog gelijk kunnen komen. Dat zou toch wel waar zijn als dat gaat lukken. Nou, oh, ik zag het al gebeuren. Suarez voor de tweede. 3-3. Oh, dankjewel, keeper. Ik dacht al, hij gaat zo snel die bal uitnemen. Dat moet wel een paas zijn. En dat doet hij inderdaad. Nice. Oh, ik sta gewoon gelijk. Nu kunnen we kijken of we nog kunnen winnen. Ja, niet overmoedig worden, maar het zou gewoon kunnen natuurlijk. Nee. Oh. Daar kwam ik in eerste instantie goed weg. In tweede niet en dat betekent dat het 4-3 staat. Oh man, dan kwam ik eindelijk terug en dan ook gewoon meteen weer 4-3. Nou, Vidal wint dat duel, dat doet hij. Oh, Frenkie! Ja, Frenkie! 4-4, wat een wedstrijd. 2 keer met Frenkie, dus dat betekent dat we sowieso 10.000 coins hebben verdiend. Nog 1 keer hebben we zelfs een hat-trick met Frenkie. Dat zou helemaal geniaal zijn. Maar dan moet ik nog een keer scoren in echt in 10 minuten tijd, want het is al de 80ste minuut. Maar oh, dit is wel echt een zieke wedstrijd tot nu toe. Wat? Nee! Eriksen! Wat een goal! Oh, die had ik niet verwacht. 5-4? Wat de fuck gebeurt er allemaal? Die zag ik echt even niet aankomen. Nou, oké. Dit wordt de laatste kans. Arthur, die is helemaal kapot moe. Paasje naar het midden. Suarez, die heeft de bal. Paasje door naar Dembele. Inschieten. Ja! Het is al gewoon tijd geweest, maar het past wel bij de wedstrijd. De 93ste minuut. 94ste zelf. In ieder geval, het is gewoon al tijd. Het is over tijd en ik schiet het nog binnen met Dembele. 5-5. Wat een wedstrijd is dit, jongen. Echt niet normaal. Nou, fluit maar af, schijnt. Ja, fluit maar af. 5-5. Ik vind het wel een mooie uitslag. Geniale wedstrijd. Niet gewonnen, maar dat maakt voor nu eventjes niet uit. Maar we hebben dus 2 keer gescoord met Frenkie de Jong. Dat betekent dat we nu gewoon al bam 10.000 coins erbij hebben. Want elke goal is 5.000 coins waard.
Plus, we hebben gelijk gespeeld als 1 spinpunt. En we hebben in totaal 5 keer gescoord. Dat komt neer op 2 spinpunten. Dus we hebben momenteel 3 spinpunten verdiend. Dus het valt wel mee, hoe extreem veel. Maar de wedstrijd zelf was wel echt geniaal. Gewoon, wat een wedstrijd. Dan pakken we het rat er natuurlijk bij. En dan gaan we gewoon lekker 3 keer spinnen. Hopelijk krijgen we nog meer coins. Op FIFA-punt. Ik wil ook wel een pakketje openen. 15.000 coins. Oh, nice. Dan hebben we momenteel 28k. Oh, dat gaat echt heel lekker op deze manier. Volgende spin. Come on. FIFA-punten. Dat zou ik nu echt heel leuk vinden als we dat nu gaan krijgen. Oh, nice. 400 FIFA-punten. Noteer ik dat even. Dan mogen we nu nog één keer spinnen. En dan wordt dit de laatste spin voor nu. Wat krijgen we? We krijgen nog 15k nog een keer, hoor. Yo. Dat is echt heel lekker. Dan hebben we momenteel gewoon de 43.000 coins. Zo hadden we net ook. En bam, dat hebben we nu gewoon weer. Oh, dit gaat echt heel lekker op deze manier. Maar die coins bewaar ik dus wel even. Ik kan eventueel wel een upgrade nu al kopen. Maar jullie mogen bepalen wat ik moet doen met de coins. Dus ik hou ze voor nu nog even. Even kijken wat voor packs er in de store zijn. Ik heb 400 FIFA-punten. Ja, dan kan ik deze packs niet meer openen. En om nou aan 7,5k pakketjes op te maken, vind ik ook zonde. Dus die 400 FIFA-punten bewaar ik nog even. Dan gaan we nu gewoon lekker potje nummer 2 spelen. En hopelijk is die net zo nice. Alleen dan winnen, zeg maar. Dat het 6,5 wordt of zo, dat ik dan uiteindelijk net win. Dat zou helemaal mooi zijn. Oké, volgende tegenstander heeft wel best wel wat goede spelers. Alleen snap ik die Braziliaanse middenvelder niet. Die linkt echt voor geen meter. Komt dan gewoon even een Serie A middenvelder. Ja, geen idee waarom die dat heeft. Maar het is wel een redelijk goed team. Trouwens, ik zag ook nog allemaal comments die ik... ik heb de vorige comments van de video heus al gelezen. Ik heb ze alleen nog niet behandeld. Maar ik ga zo meteen nog even in het stadion van Barcelona toevoegen. Bijvoorbeeld, hier was weer een comment van Dino Deads. Die zei, doe het stadion El Libertador of zo. Ik weet niet precies, want dat is het stadion van Barcelona en FIFA. Ik had die comments gezien. Ik had er best wel wat comments over gezien over die stadion. Dus die gaan we na deze wedstrijd ook even toevoegen. Even het nieuwe stadion van Barcelona. Nou, niet het nieuwe stadion, maar in ieder geval een nieuw stadion voor mij. Oh, dat deed hij. Nice. Oké, dat betekent dat ik 1-0 achter sta. Het is niet zo'n spannende wedstrijd als de vorige wedstrijd. We hebben hier voor allebei een paar kansjes gehad. Niet extreem groot. Maar nu schiet hij toch die bal erin. Met die speler waar ik net wel zei. Waarom heeft hij die in het veld staan? En doet hij geen Serie A spelen? Dus misschien hierom. Misschien scoort hij er wel heel veel mee. Ja, ik heb weet ik veel. Nou, oh. Ja, Suarez. Ja, als hij zo'n kans krijgt, dan maakt hij hem sowieso wel. 1-1, 31e minuut. Dat ging ook wel weer best snel. Nou, Suarez, daar gaat hij alweer. Hij is op de een of andere manier nog best wel snel. En dit is zijn tweede in de 33e minuut. Oké, toch wel veel goals. 3 goals in 34 minuten tijd. Dat vind ik toch wel redelijk veel. En Suarez, ondanks dat hij maar 70 pace heeft of zo, rent hij er toch vaak wel spelers uit. Dat vind ik best wel gek om eerlijk te zijn. Nou, Dembele, paasje door Suarez. Oeh, bijna Frenkie de Jong. Ja, doe het, jongen. Oh, hij kopt hem volgens mij best wel ver over. Dat zal wel waar zijn geweest, omdat we weer 5000 coins verdienen. Maar nu helemaal niks, omdat hij die bal toch best wel schil kopt. Ja, dat was niet heel best. Nou, het is momenteel rust. Ik sta dus 2-1 voor. Evenveel balbezit. Ik heb alleen wat meer kansen. Dus eigenlijk is het wel terecht. En hopelijk kan ik dit vast blijven houden. Niet dat het weer zo'n meegespannende wedstrijd wordt. Is wel leuk eigenlijk voor de video. Maar eigenlijk wil ik dit gewoon lekker vast blijven houden. En misschien zelf nog 1 of 2 keer scoren. Of die hat-trick met Suarez. Dat kan natuurlijk ook. Oké, dat is mijn doel. Hat-trick met Suarez. Nee. Oh, nee, ik wil dit niet. Ja, ik kan er nu weinig aan doen. Maar hij komt dus weer gelijk. Oh, dan wordt het toch weer zo'n spannende wedstrijd. Dat kan haast niet anders. Nou, hij kan nog steeds natuurlijk gaan strijden voor die hat-trick met Suarez. Het is wel echt fucked up dat hij gewoon weer terugkomt. Nou, Suarez. Best wel wat ruimte. Lekker man. Boom. Oh, bijna. Nou, deze moet wel zitten. Oké, en die zit ook. Dat betekent wel dat ik weer voorsta. Maar net geen hat-trick met Suarez. Dat is wel jammer. Nou, Frenkie. Ja, deze moet zitten. En zoals Suarez altijd doet, dat doet hij ook. Hij maakt het gewoon af. Nice, het trick met Suarez 4-2 voor. Nu gaat het sowieso niet meer fout. Wat een heerlijke aflevering. Ook vies veel goals deze aflevering. Oeh, ja, dit is dan wel jammer. Dan komt hij toch nog op 4-3. In de 88e minuut. Ik verwacht niet dat hij nog terug kan komen. Maar dan worden de laatste minuten toch weer onnodig spannend, zeg maar. Nou, we gaan dit gewoon rustig uitspelen. Misschien een beetje zielig. Maar gewoon niet onnodig balverlies leiden. En dan gewoon zorgen dat we misschien nog een goal kunnen maken met Frenkie. Dat zou toch heel baas zijn. Oh, dat scheelt helemaal niks. Ik tik het er echt zo doorheen. Maar ja, net niet. Maar in ieder geval, als ik die bal uitschiet,
dan gaat de scheids waarschijnlijk al gewoon afluiten. Want het is nu tijd. Ja, en dat doet hij ook. Nice, we hebben gewonnen 4-3. En een hat-trick met Suarez. Die kerel scoort zo belachelijk veel. 3 goals, hij heeft ook als cijfer een 10. Geen hat-trick assist, dat is jammer. Maar we hebben dus wel een hat-trick gescoord. Dat zijn 2 spinpunten extra. We hebben gewonnen, dat zijn 2 spinpunten. En we hebben 4 keer gescoord, dat zijn ook 2 spinpunten. Dus we mogen nu gewoon 6 keer aan het rad draaien. We mogen echt zo vaak aan het rad draaien in deze video. Dat is echt niet normaal. Maar dan gaan we dat doen. En dan gaan we wel zien wat we gaan kijken. Let's go! Waar beginnen we mee? We beginnen met 10.000 coins. Dan hebben we momenteel 53.000. Dus dat is wel lekker. Nog 5 keer aan het rad draaien. Kom op, nog een keer iets goed. En wat gaan we nu krijgen? 15? What the fuck is dit? We krijgen zoveel goede dingen. We hebben momenteel 68.000 coins gewoon. Maar yo, we kunnen sowieso een dikke upgrade doen volgende video. Maar nog 4 keer. Wat gaan we nu krijgen? Kom on. Oh, dit is dan wel jammer. Min 5.000. We hebben momenteel 63. Maar maakt niet uit, we hebben alsnog vet veel coins. Dus ik vind het nog steeds prima. En wat krijgen we nu? Come on! Oh nee! 2 keer achter elkaar. Oké, dan begint het nu wel vervelend te worden. Dan hebben we nu weer 58. Dan moeten we nu weer even plus krijgen. Come on! Plus, 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 plus. Ja, het is wel plus, maar niet heel veel. Dan hebben we nu precies 60k. En dan mogen we nog 1 keer draaien tot slot. Come on! Wat krijgen we tot slot? We krijgen tot slot nog 2000 erbij. We hebben 62.000 coins. Toch vies van coins verdiend. We hebben nog wat FIFA punten over. Dus ik vind het echt geniaal dat het zo goed is gegaan deze aflevering. Echt heel nice. En dan gaan we natuurlijk ook nog even het stadion kopen van Barcelona. Dat had ik net beloofd. Dus dan gaan we dat ook nog eventjes doen. A few moments later. Nou, ik ben al een tijdje aan het zoeken. Maar ik weet niet of het echt zo is dat hij wel in FIFA zit of niet. In ieder geval, ik dacht dat hij er helemaal niet in zat. Maar ik kreeg de laatste tijd wel echt veel comments dat hij zeg maar onder een naam in FIFA 20 zat, zeg maar, in Ultimate Team. Maar ik vind hem echt niet. Ik zie hem nergens. En je moet natuurlijk wel naar zeldzame stadions kijken. Maar geen idee. Ik kan nog best wel een andere keer zoeken. Maar voor nu laat ik het in ieder geval even. Want ik vind het echt niet. Dus dan was dit in ieder geval voor deze video. Misschien dat ik een andere keer dat stadion kan toevoegen. Maar laat even weten welke upgrade ik moet doen als volgende. Moet ik sparen voor Griezmann dus? Of moet ik iets anders doen? Jullie bepalen. De top comment ga ik gewoon uitvoeren. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie allemaal voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!